Ja, kom verder. Het is goed dat ik je aantref. Ik ben je mijn excuses verschuldigd. Ja, ik hoop dat je me niks kwalijk neemt, maar ik wilde zo snel mogelijk persoonlijk de lucht klaar. Ik had niet zoveel moeten drinken. Het spijt me echt. Ja, drank is natuurlijk een slap verhaal, maar een andere reden dat ik bij Janine op de kamer in slaap viel, is er nu eenmaal niet. Oh, ze heeft hier nog niets over gezegd. Wat dom van me. Je hebt bij Janine op de kamer geslapen. En? En niets natuurlijk. Het was gewoon een drukke dag met te veel alcohol. We hebben nog wat doorgewerkt, hebben nog een drankje genomen en zijn uiteindelijk in slaap gevallen. Einde verhaal. Ik was ervan uitgegaan dat Janine dit al zelf had verteld. Anders had ik nooit... Anders had je het geheim gehouden? Er valt niks geheim te houden. Maar het was natuurlijk prettiger geweest als je vrouw dit had verteld. Maar ik had er natuurlijk wat meer tijd kunnen gunnen. Helpt het als ik je excuses aanvaar? Je gelooft toch wel echt dat er niks is gebeurd? Ja, uiteraard. Janine en ik vertrouwen elkaar volledig, dus maak je geen zorgen. Dat is mooi. En nogmaals, het spijt me dat ik zo onachtzaam ben geweest. Ze zei dat ze nooit zo goed tegen de drank komt. Ja, maar had ik hem. Als je het niet erg vindt, ik moet weer aan het werk. Ja, natuurlijk. En fijn dat je het zo goed opvat trouwens. Je komt er wel uit, toch? Ja. Iedereen maakt fouten. Wat doe je nou raar? Nee. Heb je de smoor in vanwege Mike? Onder andere, ja. Heb jij nooit van die momenten op je werk dat je het liefst iemand de nek om zou willen draaien? Ja, tuurlijk. Ja, tussen jou en Maarten zal het toch ook niet allemaal perfectie zijn? De samenwerking? Hobbels horen erbij, toch? Ja, zeker. Of andersom? Andersom? Wat bedoel je? Heb jij dat nooit, dat je met iemand aan het werk bent en dat de sfeer eigenlijk zo goed is dat je vergeet dat je aan het werk bent? Wat doe je nou raar? Met wie heb jij dat dan? Probeer je me iets te vertellen? Ik vroeg me gewoon af of jij dat ook had. Met Maarten zeker. Gaan we nou weer zo beginnen? Ludo, als je iets wil weten, vraag het dan gewoon. Hij was net hier. Zo kreeg. Maarten. Hou hier in godsnaam mee op, wil je? Vertel gewoon wat ik kwam doen. Ik hoopte dat jij me dat ging vertellen. Waarom verzwijg je voor mij dat hij bij jou op de kamer heeft geslapen? Nou? Ik wilde het je wel vertellen, maar na al het gezeur wat we erover gehad hebben... Maar wat heeft hij precies verteld dan? Er is echt helemaal niets om je zorgen over te maken. Nee. Is hij nou speciaal hier naartoe gekomen om jou te vertellen... Hij dacht dat ik het al wist. Hij ging ervan uit dat jij me al verteld had. Hij kwam excuses maken. Waarom heb je hier niets over gezegd? Omdat ik je niet onnodig ongerust wilde maken. We moesten nog wat werken op mijn kamer en toen hebben we allebei een glaasje genomen. En daar is het niet bij gebleven. Maar er is echt helemaal niets om je zorgen over te maken. Inderdaad, we hebben allebei een beetje te veel gedronken en toen zijn we op mijn bed in slaap gevallen. Heel erg dom, maar volstrekt onschuldig, echt. Als het echt zo onschuldig was, dan had je het me gewoon verteld. Maar dat probeer ik je nu net uit te leggen, Ludo. Janine, de waarheid nu! Wat is er tussen jullie gebeurd?